Laten we eerst eventjes een klein fragmentje. Want ik vind het altijd wel leuk om te laten zien. Misschien is... dit was natuurlijk een hele leuke tijd. Hè? Even kijken, die is nu ook weer eventjes terug. Lucky de Leeuw. Ja, was altijd leuk. Och, ja. Dit kunnen we ons nog wel herinneren natuurlijk. Lieder van Veronica. Ja. Dat is meestal s'avonds laat. Deze lieden, kijk eens eventjes. In mei maand filmmaandcyclus is Kiss of the Spider-Woman. Dit psychologische drama uit 1985 gaat over twee mannen met tegengestelde karakters die gevangen zitten in Latijns-Amerika. De een, Molina, is na een relatie met een minderjarige jongen veroordeeld tot 8 jaar. De ander, Valentin, is een politiek gevangene die vastzit omdat hij contacten had met de verzetsbeweging in zijn land. Ja, het is zo schattig. Toen waren er nog omroepsters natuurlijk. Omroepsters. En een van die omroepsters was Sophia de Boer. Sophia, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Confronterend om dit weer te zien? Nee, ik zie gewoon mijn dochter daar zitten. Oh, echt? Oh ja, nou, dat is vast wel, ja. Ja, dat is gewoon Roxanne. Ja. Is gewoon, ja, dat heeft ze zelf niet door, maar ik zie nu zelf denk, nou verdorie. Ja. Maar dat deden we allemaal uit ons hoofd, hè? We hadden geen autocue in die tijd. Nee, dat weet ik. Bijna alle omroepers deden alles uit hun hoofd, hè? Ja, toen. Je moest zelf je teksten maken 's middags. Ja, hoe was dat? Pittig. Ja. Van doodeng. Ja. Want ja, je kreeg geen... je moest het gewoon uit jezelf doen. Dus je moest wel de highlights eruit halen. Ja. En dan denk ik wel, mijn god, moest ik al die moeilijke namen dan net gebruiken? En je moest heel rustig praten. Zoals nu praat ik al te snel, dat mocht toen niet. Uh-huh. Het was echt zo articuleren, vermoord. Moest je ook zeggen, je kan niet zeggen vermoord. Vermoord. Ja, het was ook die tijd natuurlijk wel een beetje, hè? Ik denk dat als het nu weer een omroepster zou introduceren, dat je het heel anders zou kunnen presenteren. Ik zou het wel leuk vinden, een omroepster terug. Ja, een tijdje terug was dat eigenlijk ook, Bas. Toen begonnen ze er weer over dat een, volgens mij Veronica weer. Ja. Zeg ik dat nog goed? Want vroeger kreeg ik op mijn donder dat ik Veronica niet goed zei. Veronica. Jawel. Veronica. Veronica. Op een gegeven moment kon ik het niet meer. Veronica. Zat ik op een gegeven moment 5 minuten van tevoren, zei ik tegen de regie, ik weet niet meer hoe ik het moet zeggen. Oh. Ik ben het kwijt. Was jij een van de laatste omroepsters eigenlijk? Nee, niet helemaal. Wel de jongste, maar niet de laatste. Want na mij is nog... Ik heb het niet meegenomen. Arie Boomsma en zo natuurlijk ook, hè? Volgens mij is het ook bij Jorin. Ja, als man uit die periode. Oh, daarna, ja, dat klopt. Heb je nog een tijdje gehad. En toen was er volgens mij nog één zender die ook nog even was begonnen weer met omroepers. Maar goed, dit was één van de dingen die jij gedaan hebt. Natuurlijk omroepen bij zowel TV10 als Veronica. Maar jij begon je carrière als Miss Nederland. Ja, in feite wel. Ja, dat was in 1986, 87. Ja. Ja, maar dat ging ook een beetje raar eigenlijk, hè, die misverkiezing. Want je hebt gewonnen, maar ook weer niet. Ja, story of my life. Is dat de story of your life? Nou ja, ik word eigenlijk altijd tweede. Ja. Maar de tweede krijgt zo'n boost van potverdorie, dat je dus eigenlijk doorgaat. En de eerste heeft het in de pok en denkt, nou prima. Ja. De tweede, iemand heeft me ooit een keer op een verkiezing voor Skoda. Automerk. Ja. Denken, waarom was er geen BMW of een Honda geweest? Nee, maar goed. Helaas. Daar werd ik dus ook tweede. Want de eerste was iemand uit het dorp. Ik kwam niet uit dat dorp. En toen zei die persoon, ja, maar we willen jou heel erg graag bij de finale hebben. Ik zei, ja, maar ik ben de tweede. Hij zei, ja, maar we mogen bepalen wie we kiezen. Dus vroeger ging dat gewoon zo. Ging gewoon voor het plaatje en voor de... Wat nu zeg maar de kijkcijfers zijn, zijn dat de toegangsbewijzen. Ja. Maar met die misverkiezing, je werd tweede... Maar de eerste, nummer 1, werd gedisqualificeerd. Ja, en toen schoof jij op naar nummer 1. Ja, en toen deed ik een interview in de Panorama. Ja. En door die Panorama werd het gezien bij de AVRO. En die zeiden, we willen haar graag als, in de show hebben. Zo is het eigenlijk gegaan. Zo ging dat vroeger. Wat heb je toen gedaan bij de AVRO? Even een strikvraag voor jou. Wie is in het echt het sprekende pak? Oh, Fred Oster. Goed zo, maar dat was niet voor jou die vraag. Oh, sorry. Voor Bas. Ja. Fred Oster. Goed zo, Bas. Ja, jij bent de winnaar. Prijsje rijk, hè? Oh, net heb ik Prijsje gedaan. Rijk, ja. TV10 heb ik ook. Ja, TV10. Oh, ja, ja. Toch is ik alweer vergeten. Ja, dat zei ik net. Veronica en TV10 was je omroepster. Daar was ik zwanger van, Roxanne. Oh, dan komt de dochter weer. Ja, weet je op wie jij zo een beetje lijkt? Op Middeloe van Steenis. Uit Vrienden voor het Leven. Samen naast Peter Lussen. Spijkerhoek. Weet je die serie? Ja. Spijkerhoek. Ja, oh, daar heb ik ook nog scènes in gedaan. Spijkerhoek. Ja, we hebben nog genoeg om te bespreken. Maar we zitten nog steeds bij die Miss Nederland. Ja. Want die ene was gedisqualificeerd. Nou, ik weet niet precies hoe het is gegaan. Kijk, dat werd mij verteld. Oh.
Maar of dat zo is, ja, je hebt geen social media. Dus je nam alles maar aan en je gaat niet die nummer 1. Ik heb niet eens het telefoonnummer van dat meisje. Ga je bellen van, goh, hoe zit dat? Hoe zit dat? Nee, dat doe je niet. Ik dacht, prima. Je neemt dat gewoon voor waar aan. Ja. Ja, fijn, ik heb toch gewonnen dan, hè? Ja. 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 En je bent... Wat kun je nog herinneren aan die tijd? Want toen was een misverkiezing nog wel heel groot. Als tegenwoordig, dan gaat het ineens even bij en dan lees je ergens in een hoekje van een krant van, oh, die en die is nu Miss Nederland geworden. Nou, toen was het wel een ding, toch? Nou, toen ben ik het niet helemaal mee eens. Want nu wordt het meer weer gehyped door een paar bekenderen die erachter staan in de organisatie. Maar op televisie is het toch bijna nooit, wordt het neembaar uitgevonden? Nee, er zit toch een smet op, misschien door de badpakkenronde, die dan nu overal weggelaten wordt. Maar goed, hip hoi. Ik weet niet. Alsof wij er te nuchter voor zijn. Alsof je hier in Nederland ook niet mooi mag zijn. Uh-huh. Je mag nooit je beauty tonen, want doe maar normaal. Ja. Dat merk je ook als je boven de 50 komt. Dan mag je ook niet meer sexy zijn, want dan ben je boven de 50 klaar. Dan ben je nog lang niet natuurlijk. Nee, joh. Ik word pas net 40. Daarom. Ja. Och, dat is van de... Nee, jongens, wat leuk. Oh my gosh. Ja, je zit te kijken naar beelden die voorbij komen. Ja, sorry. Dat is, van vroeger... Maar dit is nog niet zo heel lang geleden. Dit is 5 jaar geleden. Ja, toen was je Miss Universe. Ja. Ja. Maar goed, je was het, ja, door die beelden ben je steeds weer uit je verhaal. Ja. We doen even gewoon een ander beeld. Dan moeten we een ander beeld doen, iets wat je al gezien hebt. Iets wat je al gezien hebt. Dat is het. Ja, nou, dan pakken we deze eventjes. Maar goed, dit ken je natuurlijk ook wel. Dit is Love Letters geweest. Ach, ja. Dat is weer wat anders. Maar goed. Zijn we getrouwd? Ja, we zijn er. Gezongen. Dit gaat natuurlijk niet goed. Nee, dit gaat... Een dansles gehad. Ja, leuk was dat. Leuke tijd, Love Letters. Maar je hebt dus ontzettend veel gedaan in alle hoeken en gaten. Wat heeft je voorkeur? Wat is het leukste? Mezelf zijn. Maar het maakt niet uit of je dat bij een misverkiezing was of dat bij... Nee, want daar, wat je net zag, dat was ik echt mezelf. Als ik mezelf ben, dan knal ik en dan... dat is het belangrijkste. En dat zie ik bij heel veel mensen mislukken. Ik zie heel veel... mislukken. Ja, met één S dan. Ja. En dat is nu een beetje inherent aan het hele social media. Iedereen wil zijn beste kant laten zien, maar het is niet de echte kant. Maar had je toen die tijd niet een idee van, joh, later als ik groot ben, dan wil ik dat doen of dat bereiken? Moeder worden. Nou, dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja, toch? Ja, je hebt een paar mooie kinderen op de wereld gezet. Maar we zaten nog even in die misverkiezing. Want je zegt, het is tegenwoordig... eigenlijk komt het weer meer terug, vind jij? Een beetje wel. Behalve die badpakkenronde dan? Ze proberen het. Maar ook daarin, Nederland is daar veel te nuchter voor. Internationaal, als de titel die ik nu 5 jaar geleden had... als ik daar in Amerika zat, was ik nu booming geweest. En kon je alles doen. Ja. 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 Dan krijg je voor alles betaald, overal waar je heen gaat en hier niet. Je moet, Maar ook niet in de jaren 80 dat je dus inderdaad wel Nederland mocht vertegenwoordigen... na de disqualificatie dan van die nummer 1. Gingen toen deuren voor jou open? Of zeg nee, je van, toen ging ik gewoon naar de buitenlandse verkiezing. Naar Miss Wonderland en kwam terug. En ik had daardoor wel mijn televisieprogrammaatje met Fred Olster. Dat was prijsrijk als assistente van... Dat was eigenlijk je eerste televisieklus. Ja. 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 En dat was echt de NOB 3 maanden lang gewoon dagelijks opname. Dat was echt werk, echt televisie. Ja, ja. Kijk, van daaruit wilde ik omroepster worden. En toen deed ik een screentest bij de AVRO. Maar toen, ik had net zo stijl haar als nu. Ja. Toen werd ik te saai bevonden. Dat waren de letterlijke woorden van Kees nog wat, Zijtveld. Kees van Zijtveld. Ja, ja. En toen had ik zoiets van, je bent jong, dat laat ik me niet zeggen. Dus ik heb permanent in mijn haar gegooid. Maar vandaar die krulletjes die teruggekomen. Ja, en toen ben ik gaan solliciteren bij Veronica. Dat was nog Dolly van den Akker. Dat is de vrouw van ben even zijn naam. Ik heb namendementie, dus ze zegt... Wat heb je? Rot. Namendementie. Nou, daar hadden wij vanmorgen ook over. Ik heb dat dus ook. Ik bestaat ook. Dat? Ja, daar heb ik een heel artikel jaren geleden over geschreven... dat ik vind dat erkend moet worden... Maar er wordt heel moeilijk over gedaan. Maar dat is echt zo. Ja, dat je niet meer op namen kan komen. Maar je kan hem morgen weer weten. Hè? Ja, dat heb je ook. Oh ja, nou precies. Ja. Maar dan als hebben we het ook moet, dan ben ik het kwijt. En dat lijkt dan zo suffig. Heel herkenbaar. Ja. En dat heb ik al eigenlijk mijn hele leven. Dus waarom wordt dat niet erkend? Klopt, heb ik ook al mijn hele leven. Nou, dank we hebben het er vanmorgen uitgebreid over gehad. Nou, dat is geen toeval meer. Nee, dat kan geen toeval zijn. Nee. Dus dat is wel heel grappig. En dat we nog weten dat het vanmorgen was, is eigenlijk heel bijzonder. Omdat we een beetje toch die beginnende Alzheimer hebben. Nee, dat is weer wat anders. We zien trouwens achter jou nu de beelden van Love Letters. Van het aanzoek. Zoals Erik Kwant, want dat is jouw man natuurlijk. Ja. Dat deed. Jij was een prinses op een paard. Mm-hmm.
Een wit paard, terwijl eigenlijk de prins op dit paard zit in dit geval. Waarom is hiervoor gekozen eigenlijk? Ja, wist je... Omgedraaide rollen toch? Moet een beetje modern blijven. Nou ja, voor toen, die tijd. Maar wist je echt niks? Nee, ja. En dat is het hele vervelende. Ik dacht dat ik een commercial had, een 10.000 gulden in die tijd nog zou verdienen. En dat was het niet. Wat een tegenvaller. En iedereen die ik kende van de studio's van John de Mol en de Mol en dat soort, die zaten daar de make-up te doen. Ik zeg, werk je niet meer voor John? Nee, ontslagen. Nee, ZZP geworden. Die hebben een heleboel bij elkaar gelogen. Want die had iets, dan heeft Sophia door. Dus ik was er echt een commercial aan het maken voor de boeketreeks. Oh, voor de boeketreeks, ja. Ja. Maar dan in je achterhoofd dat je 10.000 gulden krijgt. Ja. En dan wordt je huwelijk gevraagd van een tegenvaller. Ik gaf hem ook een tets. Van, ja, flik jij nou? Dat zag ik, ja. Want ik was helemaal... Maar ik wilde nooit trouwen door mijn geschiedenis. Daar gaan we het niet over hebben. Met stiefvaders wilde ik nooit trouwen. Ik heb gezien hoe dat was. En ik zei alleen een keer voor de grap, heb ik dus ooit tegen hem gezegd... Nou, als ik ga trouwen, moet het een heel origineel huwelijksaanzoek... van prinsessen en dingetjes zijn. Want dan word ik ook alleen maar moeder als ik getrouwd ben. Dat heeft hij in zijn oren geknoopt. Dat is dus dit. Maar hoe was het dan? Want je was toch al een beetje bekend in die tijd natuurlijk. Hè? Door Fred Oster waarmee je hebt gewerkt. Ja. Die misverkiezingen natuurlijk. Is het dan niet raar als je aan zo'n programma meedoet? Jawel, dat was ook... maar het was... Nu ga ik even inside informatie, met kan me niet schelen, zoveel jaar later. Het was zo'n mooi aanzoek, zo puur, door de tranen ook. Maar ik was heel emotioneel, want ik dacht nooit dat ik zou gaan trouwen... en ook geen aanzoek kreeg. En dat was dus een aanzoek, terwijl ik dacht een commercial. Dus die confrontatie was zo hard. En hij deed zo ouderwets lief zonder instructies te hebben gehad... dat ik denk, deze man wil echt... Maar het was zo'n mooi aanzoek dat ik... Nee, door de schrik weiger ik. Doe ik niet meer mee, want ik werk voor televisie. En toen ben ik dus gebeld door John de Mol. Of de eerste hand van John de Mol. Laat ik het zo even in het midden houden. Dat dit zoveel geld had gekost dat ik niet kon maken. Deze opname? Maar jij, in principe wist jij er niks van. Nee, maar ze wilde het gewoon gebruiken. Maar toen hebben we dus wel een gesprek gehad in de studio... met die andere stellen erbij. Ja. Dat wij heel erg onder de loep lagen. Ja. Want ze deden heel lullig naar ons. Ja, die andere stellen zo van, ja, dat is doorgestoken kaart. Ja, dat is het gevoel misschien. En toen hebben we echt een persoonlijk gesprek met z'n zessen... met John de Mol in de kamer gehad. En toen zegt hij, luister, ik zie alles als de camera's uitgaan. Jullie denken dat je veilig bent, maar ik zie alles. En ik zie hoe jullie lullig doen. Maar ik zie ook de stress van Sophia. Want zij vindt dit heel erg vervelend, maar ze is zichzelf. Dus iedereen heeft die gelijke kansen. Nou, ja. En dat was ook zo. Maar je hebt wel gewonnen, die uitzending. Ja, maar moest kijken hoe. Met die laatste vraag van Linda. Van wat was het? Hoe we samen gezellig zijn? En ik stond samen gezellig. We zijn net bij elkaar. Ik weet het niet. Ja. Nee, maar goed. Dat kan me voorstellen dat voor die andere kandidaten. Dat ze helemaal, en ze winnen nog ook. Want dat krijg je natuurlijk dan ook misschien wel een beetje. Nou ja, weet je. Ik zeg altijd. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Wat je zelf denkt zijn je eigen hersenen. Klaar. Heb je er nooit spijt van gehad dat jullie daar mee hebben gedaan? Er zijn momenten geweest van wel natuurlijk. Ja? Iedereen, we zijn 32 jaar bij elkaar. Maar niet van dat, nee. De familie heeft genoten. En als mijn moedertje het nog ziet, dan geniet ze nog. Was het mooiste moment. Ja, want in dit programma was het zo... Want we hadden vorige week Ron Brandstede hier in de uitzending. Oh, wat leuk. En, we heb ik ook van gewerkt. Weet ik, ook nog een moment van. En daar blikten we dan terug op Ron's honeymoon quiz. En Ron zei nog dat hij het helemaal niet leuk vond... dat Linda met dit programma kwam. Dat Linda natuurlijk eerste assistente was van Ron. Ja. Was hij niet blij mee. Vond het niet leuk? Nee, maar dat klopt. Maar hetzelfde, ik sta nu naast Linda... en ik was bij hun in de programma's Hollywood Connection... zijn, zeg maar, presentatrice. Ja. En ik heb een gesprek gehad. Hij zegt, mijn zus komt terug van Engeland, van de DJ Cat Show. Je lijkt op haar, je hebt hier geen kansen meer. Is dat zo gegaan? Ja, maar dat vond ik fair. Heeft dat heeft John de Mol... Ja, dat is fair. Ik hou van eerlijkheid. Ik hou van eerlijkheid en dat snapte ik. En misschien heeft hij toen hiermee gezegd... doekje voor het bloeden, ze mogen hier aan meedoen... Maar ze staan scherp onder vuur. Wat een raar wereldje eigenlijk, hè? Nee, het is niet raar als de eerlijkheid maar boven tafel komt. Nou, dat is als het zo gezegd wordt, en het is ook daadwerkelijk... Ja. We staan naast elkaar, we lijken op elkaar. Ja, dat klopt. Waarom zou hij mij de kans geven als hij zijn zus ook heeft? Ja, dan kies je voor je zus. Heel goed, de ander dan ook is, ja. Hij had ook... Je kan het beter zo eerlijk zeggen dat je zegt van nou ja goed, dat je smoesjes gaat verzinnen van dit of dat. Ja, dat je er een beetje omheen draait. Maar het lijkt me wel hard om te horen, want jij bent op dat moment nog heel jong. Je hebt een carrière voor je en je hoopt dat natuurlijk in die media toch te kunnen. Ik had ook het talent. Ja. Maar ik heette niet de mol, ik heette de boer. Ja. Kut, hè? Sorry, jongens. Piep. Nee, maar goed, ja dat, nee, dat was een hard lach. Maar ik heb nooit die wereld eigenlijk geambieerd. Nee. En ik weet niet of ik minder of meer gelukkiger ben dan Linda of een Caroline Tense of iedereen die heel erg onder de loep ligt.
Je won daar trouwens de bruiloft dan, hè? Dat kon je bij Love Letters dan winnen. Ja. En wat won je dan precies? Een feest? Of? Alles, behalve het receptieboek, moest je zelf betalen. Dat was 35 gulden. Nee. Maar de hapjes en de drankjes en de muziek en de locatie, nou, alles. Dat was Aristoteles, hoe heet die? Wie? Ja. Aristakelus, ja. Ja. Die muzikant. Ja. Oh, die kwam ook nog. Ja, die halve Griek was dat, toch? Ja. Dat was gezellig. Die kon wel een feestje bouwen. Ja, die kon wel feestje bouwen. Dus de taak hier met z'n allen. Ja, maar we zijn eigenlijk live getrouwd en op die dag ook. Ja, maar dat was ook echt zo. Ja, en dan kom je om 7:30 binnen, maar de sfeer zit er al in. Dus iedereen om 7:30 komt dan in die feestzaal waar gegeten wordt. Het is gelijk feest. We komen binnen, we steken onze koppen om de deur. En iedereen begint te juichen. De muziek gaat aan, we hebben alleen maar gefeest. Ja. Super. Blijf nog lekker zitten. Ik vind het gezellig. We hebben nog veel meer te bespreken. Dat doen we tussen 1:30 en 2:00. Ja, nog steeds Sophia de Boer, die druk aan het bladeren is in haar boek. Want je hebt echt van alles meegenomen, Sophia. Ja. Wat wil je allemaal laten zien? Want je hebt ook heel veel geacteerd. Je bent eigenlijk, wat we denken vaak dat Spijkerhoek en Medisch Centrum West dan de eerste soap is geweest in Nederland. Maar dat is niet zo, Sophia. Want nee. Take Off was die eerste soap, hè? Ja. De allereerste soap, ja. Weet je, waar ging dat over? Wat was jouw rol? Het was zeg maar een vliegtuigmaatschappij. Ja. En die vliegtuigmaatschappij die had gewoon allerlei troubles, zeg maar. Ja. Ik wil hem eigenlijk opzoeken, maar dat is... ik heb zoveel dat ik het allemaal niet kan vinden. Het heeft maar één seizoen gelopen, de serie. Ja, het zou eigenlijk namelijk elke dag gaan. Wat later dus gebeurde bij de serie, het zou elke dag gaan. Maar de programmering kon dat niet aan. Dus toen ging het één keer in de week. En daar was de lijn gewoon niet goed voor. Oké. Lex Pievers, dat was de regisseur. Die was geweldig. Ja, dit zijn de foto's. Ik had een beetje een stoute rol. Ja. Wel een hoofdrol. Voor je was echt een... Je heette Femke? Ja. Ik weet het nog. Ik weet nog dat ik toen een beetje verliefd was op jou. Oh, nu niet meer? Ja. Ja, maar toen was ik... Maar toen zat ik nog een beetje in een soort worsteling van... Wat was het? Worden het vrouwen of worden het mannen? Weet je wel? Ja, ben ik niet geslaagd. Nou ja, goed. Liz Nooyink en jij. Dat weet ik nog. Dat zei je altijd. Ja, heb ik wel eens een keer verteld aan jou, ja. Want wij hebben ook nog wel eens een keer samen gesolliciteerd bij... Hier in Almere, of in Flevoland was dat, in Almere, bij Liveshop. Ja. Heb je ook nog gedaan? Ja. Dat was de hele dag, was eigenlijk verschrikkelijk, hè? Ik vond het superleuk. Ja, echt waar, joh? Ja, maar ook daarin was ik mezelf. Ja, dat is zeker waar, ja. En dat ging ook heel goed. Want ik weet nog, een maatje van me is natuurlijk nog steeds wel Rob Stenders. Die zei, ik keek altijd met plezier naar jou. Want jij bent gewoon echt jij. En wat je daar zegt, ik had wel eens dingen, vond ik het dan lelijk. Seks. Nou, ik vind dit lelijk. Maar ja, u thuis kan dit misschien heel mooi vinden. Ja, ja. En dan begon ik gewoon te vertellen wat het was. En die eerlijkheid, dat werd gewaardeerd. Nou, het was wel vaak een soort eindstation, hè, van Homeshop. Er wordt altijd een beetje de neus voor opgehaald. Terwijl het misschien wat moeilijks is. Want al die andere presentatoren staan netjes met een autocue. En jij moet het daar maar vol zien te praten. Hè? Ja, er was ook dat weer. Alles moest je zelf doen. Dus je eigen interesse en je eigen... je kreeg geen feedback. Je moest het zelf doen. En dat maakte het zo leuk. Je kan jezelf zijn. Maar dat is best... Ja, aan de ene kant denk je van... Ja, je kan jezelf zijn. Dat is hartstikke makkelijk. Maar het is ook hartstikke moeilijk. Wat je zegt, dat blikje wat je aan moet prijzen. Ik kan daar, als ik dat moet, dan kan ik zo in mijn verbeelding gaan zitten met de waarheid, dat ik jou gewoon zeker 5 minuten daarmee kan imponeren. Ik vind het knap. Ik vind het echt heel knap. Ja, maar dat is misschien een stukje creativiteit. Ja, maar dat is het ook, ja. Als je echt iets niet vindt, dan kan je het wel roepen, maar dan houdt het, is de zin in het gesprek afgelopen. Ja, en je probeert je te verplaatsen in het gevoel van de ander. Dat is dus de grote kracht. De empathie. Wat heb je niet gedaan eigenlijk? Nou, nu ik hier zit en ik zit door die map heen. Kijk, dat zijn natuurlijk... We zien hier nog een stukje trouwens op de achtergrond van Vlaarsen. Dit was een blooper met Dunja Alkom, trouwens. Ja, ja. Ja, en dan ook daarop inhaken. Dat je dat moest regelen, wat er dan gebeurde. En gewoon, het is zoals het is. Ja. En ik vind nog wel... dat was wel mijn kracht. Maar jammer dat het niet door is gegaan allemaal. Nee. Ja, F3 heeft het bestaan, geloof ik. En toen, of korter misschien nog zelfs wel. Korter, de kosten waren klaar. Gewoon te hoog van de productie en alles. Ja, dan komt er een bloepertje aan, want dan gaat Dunja beginnen. En dan, goed. Ja. Dit was dan de hele dag op televisie hier was. Ja. Maar een apart kanaal was ervoor, hè? Echt waar? Ja, vanuit Almere was dat, hè, toch? Ja. Ik weet nog, ik had er ook gesolliciteerd en dan kreeg je een salaris van, mag ik wel zeggen, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Ik vond te weinig, daarom heb ik het uiteindelijk niet gedaan. 50.000 euro per jaar. Maar dan moest je dus fulltime, elke dag, 5 dagen in de week. Hoeveel uur?
Nou, ik had het anders afgedeeld. Oh ja, je hebt het natuurlijk weer beter gedaan. Nee. Oh, oké. Okay. Ja, maar dat werd op een gegeven moment wel door de anderen een beetje de kift. Maar ik zeg, iedereen zit toch zelf daar te praten. Dus je kan toch zelf onderhandelen. Ja. Hoe lang moest je op in beeld? Gewoon live? Nou ja, ik had dus nog een kleintje thuis. 3 kinderen en de kleinste was net 3. Ja. En ik had zoiets, doe mij dan maar de weekenden. Dan is gewoon papa in huis. Dan sta ik gewoon alle weekenden. En ik ging niet uit of dronk geen alcohol of wilde stappen. Laat mij die weekenden maar doen. Kan de rest die dat wel leuk vinden, vrij hebben. Ja. Zo deed ik het. Dus ik heb weekenden gewoon heel hard gewerkt. Ja. En daarna? Want toen stopte dat? Ja, weet je, ik deed de vrijdag, zaterdag, zondag. Soms viel ik in als er iemand ziek was. En daarna ben ik in een burn-out beland. Want het was toch wel thuis zwaar. Ja. En daarna ben ik gaan werken voor de Veluwse Bron als manager van Health and Beauty. Oh, dat heb je ook nog 76 gedaan. Mensen onder me. En binnen 3 maanden had ik het ziekteverzuim opgelost. Ja. Door gewoon te praten met die meiden en hun verhalen aan te horen. Je hoeft niks op te lossen als er maar luisterend oor is. Dat is het, dat zeg ik ook heel vaak. Ja, ja. Maar toen kwam ik dus in de tweede burn-out. Want ik stond voor 24 uur op de lijst. Maar als ik werk leuk vind, dan werk ik heel hard. En ik werkte meer dan 40 uur. Ja. Plus een jong gezin. Ja, dat gaat niet. Nee. En toen ben ik echt wel ingestort. Ja. Ook een beetje persoonlijk. Maar heb je niet na de eerste keer kunnen realiseren van dit was eigenlijk iets te veel. Ik moet het wat rustiger aan gaan doen. Dat staat niet in mijn persoonlijke woordenboek. Nee, dat heb ik inderdaad. Aan doen. Dat kan ik echt niet. Ik kan ook niet stilzitten. Dit is al heel wat. Ik zit al te wiebelen op die stoel van ik moet wat doen. We hebben nog een fragment gevonden. Want jij zei net van je begon als assistent dan van Fred Oster. Maar je was ook de assistente van Ron Brandsteder in Rons Jong Geluksshow. Nou, hebben wij dit fragment nog kunnen vinden. En deze mevrouw, ja, die ken jij waarschijnlijk helemaal niet. Nee, dat weet ik niet meer. Nee. Weet je ook niet wat je die mevrouw hebt gegeven? Een bos bloemen, denk ik. Nee, dat was wel iets groters dan een bos bloemen. Het heeft 4 wielen. Een auto? Ja, precies. En die mevrouw, die woont in Ens, in de Noordoostpolder. En we hebben haar vanmorgen even gebeld. Oh, echt? Wat leuk! Ja, dat is in Flevoland natuurlijk. En we hebben gevraagd van, kun je daar nog iets van herinneren? Ja. Nou, we hebben ook nog haar telefoon nog, maar ze zit op een camping. We gaan wel even, hè Bas, haar proberen te bellen. Nou, het leuke is, kijk even naar het gordijn. Nee, ze is hier niet, toch? Nee, dat is een grap. Nee, ze is hier niet. Nee. Maar we hebben er wel, als het goed is, eventjes aan de telefoon. Maar ze zit op een camping waar het bereik niet al te goed is. Oké. Okay. Dus ik ben... ik heb hem nog niet. Oh, in je mail heb je het nummer, toch? Ja, oké. Okay, oh ja. Laten we even proberen. Gaan we zo. Ik probeer even contact te leggen. Ja, dat is goed. Probeer even contact te leggen. Jij zit nog steeds druk in je boek te doen. Ik zit nu een Rons Jong Geluksshow te zoeken. Nou, daar zien we nu beelden van. Dat zijn deze. Oh ja, kijk, wacht. Ja, laat het boek maar liggen als je wil. Ja, het wel liggen. Want... Ja, want er is een camera van. Als het goed is, zien we dat, ja. Hoe was het om met Ron Brandsteder te werken? Oh, hier is het, ja. Nou, het is zo leuk. Toen ik moest solliciteren. Kijk, dan kom je binnen... Allemaal meiden. Je hebt natuurlijk al dingetjes gedaan. Je ziet gewoon van wie gaat het worden. En ik ben... Eigenlijk kom ik van de paardenstal af. Want je ziet hier ook een foto. Ik was altijd met paarden bezig. En ik kom binnen met een ik heb altijd een beetje mijn eigen stijltje. Met een vestje gebreid tot op mijn knieën. En Ron Brandsteder zegt gelijk... Hé, daar is Sofietje met een vestje tot op de knietje. Ja. En ik schiet heel hard in de lach. Ik zeg, nou, ik heb hem nog net niet zelf gebreid. Oh, dat ben ik. Ja, dat ben jij. Bart. Ja. Ja, en dat is, er staat dus een mevrouw uit Ens naast. Wat leuk dit te zien. Ik heb dit nog nooit teruggezien. Nee? Nee. Ja, we gaan eens even bellen naar die mevrouw. Want die won een prachtige auto. En dat moest ze zelf aankondigen van jullie. Met Sylvana. Ja, Sylvana met Marco en Bastiaan van Omroep Flevoland. Goedemiddag. 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 We hebben hier een bekende van je zitten. Ja. Oh. Sophia de Boer. Weet je nog wat je ooit van haar gekregen hebt? Jazeker, weet ik dat nog. En wat was het dan? Er was een Volvo 440. Oh, Volvo 440. Ik krijg kippenvel, wat gaaf. Hoe is het met de auto? Ja. Hoe is het met de auto? Die hebben we 12 jaar in gereden. En heel veel plezier van gehad. Ja. Zeker. Hoe was dat in die tijd om op televisie te komen bij Ron Brandsteder en Sophia de Boer? Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, denk je er nog wel eens aan terug? Nou, heel toevallig, we hadden het er nog wel een keer over gehad eigenlijk. We zijn altijd wel een beetje Volvo-fan gebleven daardoor. Kijk eens. En we hebben nou geen Volvo op dit moment, maar daarna hebben we ook nog weer een Volvo gekocht. Ja. En dat is wel eigenlijk daaruit weggekomen. En ja, je ziet Ron Brandsteder nog wel eens op televisie. Dus ja, dan hebben we het nog wel eens over van dat ik toen die trap af moest komen en hoe dat toen voelde. Heel bijzonder. Ja, Rons Jong Geluksshow was het. Ja, welk jaar was het?
1994. Ja, Ron was hier vorige week nog, ook Sylvana. Dus je moest een hartelijke groeten hebben. Ja, en de groeten doen aan Piet. Ja. En wat leuk, jullie wonen nog steeds in Enns, hè? Ja, wij wonen nog steeds in Enns, hetzelfde plekje als toen. Ja. Nou, superleuk. Ik vond het hartstikke leuk dat je even aan de telefoon wilde komen tijdens de vakantie. En hoe was je ervaring met Sophia de Boer? Want die is hier nu, we hadden het wel steeds over Ron Brandsen. Want die kon je je ook nog herinneren, hè? Ja, zeker. Want we hebben nog een hele tijd met haar na die tijd zitten kletsen in de bar. En de bar. Vertelde inderdaad van, wij hadden toen 4 kinderen. En vertelde dat ze ook nog een kinderwens had. En in die tijd hebben we haar toen ontmoet. En ja, we hebben daar een hele poos over zitten kletsen. Oh, nou, wat ik leuk. Zei toch jongens, ik wilde altijd al moeder worden. Ja, daar had ik het toen al over. Ja, toen al. Klopt. Schoon. Ja. En ik vind het gewoon een hele prachtige, lieve vrouw. Dat vond ik al meteen. Ja. En dat is er nog steeds. Ja. Ah, wat lief. Dank je wel. Ja, dus je bent weinig veranderd eigenlijk. Ja, en hier lijkt je helemaal blind naar de mol, vind ik trouwens. Sylvana, dank je wel, hè? Ja, Sylvana, dank je wel. Fijne vakantie, groetjes aan Piet. Doeg. Ja, doei. Oké, doeg. Hi. Ja, hier lijkt je echt op Linda, vind ik, als je zo naast rond staat. Ja, dat klopt. Ja, vind je niet? Ook de haardracht en de kleur. Maar het is gewoon een eerlijk verhaal altijd geweest. Ja. En ik hou van eerlijkheid. Ik kan niet tegen leugens of bedrog. Wees gewoon eerlijk, zeg het gewoon, daar kan je mee dealen. Ja, hartstikke mooi. Maar ik zie wel, jongens, ik was nooit nerveus. Nee, dat denk ik ook. Nee, dat is het voordeel als je jezelf kan zijn. Dan maakt het allemaal niet uit. Hoef je helemaal niet zenuwachtig te zijn. Nee. Ron is een geweldig man. Wij moeten zo meteen nog een kandidaat bellen van ons spelletje. Nou, lijkt me leuk als je onze assistente wil zijn. Ja. Stel meteen als een kandidaat bellen. Ja, dat is de story of my life. Dan kan je dus, dit was dan het voorfilmpje, of hoe noem je dat? Oh, de leader. De zender-ID, zoals ze dat zo mooi heette. Kijk, en de vuurtoren ook nog. Dus TV10 is me heel kort geweest, hè? Ja, maar je ziet ook, het gaat zo smooth, een beetje saai. Er zat geen pit in. Komt ze. Welkom bij TV10. U bent zometeen weer getuige van de nieuwste ontwikkelingen op de South Fork Ranch in Dallas. Dan een spannende aflevering van Love Boat. Love. De bemanning weet namelijk niet dat er een zware orkaan nadert. En in Different Strokes gaan Arnold en Willis vanavond in hongerstaking. Maar we beginnen met Dallas, waarin JR deze keer wel heel erg ver gaat. JR. Hij riskeert zelfs een gevangenisstraf. Wat een leuke programma hadden ze toen, hè? JR. Ja, Dallas. Dallas. Wat is jouw mooiste herinnering aan die tijd? Je hebt er heel veel natuurlijk. Maar... Ja, dat zijn er zoveel. Nou, de mooiste herinnering vind ik wel daar. Het is allemaal een beetje raar gegaan bij de TV10 toen. Want anders had ik daar nooit voor gekozen als het zo kort was. Maar het mooiste was wel dat ik in die tijd dus zwanger werd van Roxanne. Hebben we Roxanne weer? Maar dat is ook een beetje met trots, hè, mijn meisje. Ja, daar ben ik heel trots op. Is je enige dochter toch ook? Ja, mijn enige dochter. Ja. 2 jongens nog. Ja. En zij is de middelste. Maar ik moest daar continu rennen van studiostoel naar het toilet, want ik was zwanger, dus af en toe misselijk. Overgeven, misselijk. Nou, dus die zure bommen stonden onder je stoel eigenlijk. Met slagroom. Ja. Dus dat is wel dat is een mooie herinnering. Maar voor de rest heb ik er weinig mee. En daarna ben ik gaan schrijven natuurlijk, hè, voor Actueel. Dat deed ik wekelijks met mijn collega's en die vonden dat dan wel heel erg leuk. Je bent ook nog assistent van Karel Huibrechts geweest trouwens, hè? Ja, daar heb ik ook geen beelden van kunnen vinden trouwens. Ja. En explosief met Jeroen van der Boom. Dat heeft ze ook nog gepresenteerd. Ja, ik ben echt wel een chameleon en heel veelzijdig. En nog een heel goed, groot, succesvol programma op RTL met Marco Verhagen samen. Jeroen TV. Jeroen TV, ja. Dat is verschrikkelijk. Maar het was wel leuk. Nou, het bedrag was heel leuk. Ja, dat kan ik me niet meer herinneren. Dat is heel snel opgegaan. Had ik toen nog... Goed. Oké, Sophia, ik vond het hartstikke leuk dat je hier was. En dat je ik met ook. Ons terug wilde blikken op de jaren 90.